Ik ben Mark. En ik ben Jonathan. En vandaag gaan we het hebben over twee fietsen waarbij je nog ouderwets zelf mag trappen. We hebben hier de Batavus Finesse staan en dit is de Gazelle Chamonix C7. De Finesse is een van de weinige fietsen waar een schijfremsysteem op zit. Dit is namelijk een systeem wat je veel vaker op wat sportievere fietsen of in de hogere segment e-bikes terugvindt. Nou, ook de Batavus Finesse beschikt er dus over. De Gazelle Chamonix die heeft gewoon het rollenbreeksysteem. Nou, dat is een systeem wat je al heel erg lang terugziet op fietsen. Iets zwaarder en het heeft wat meer weerstand dan het schijfremsysteem. Wat wel weer een voordeel is, is dat je er nooit iets aan hoeft te doen. Met schijfremmen heb je toch dat op een gegeven moment de remblokjes vervangen moeten worden. Een ander verschil tussen de twee fietsen is de vorm van voorvorkvering. Bij Batavus kiezen ze ervoor om de Finesse uit te rusten met een dubbele voorvorkvering. Nou, die zie je hier. Het heeft het voordeel dat je wat meer veerweg hebt, waardoor je wat meer comfort kan ervaren. Maar heeft het als nadeel dat daar energieverlies in zit, omdat je wat harder moet trappen. Daarnaast is de voorvork wat zwaarder dan bij een monoshock, zoals we die bij de Gazelle zien. De monoshock is wat kleiner, is wat lichter en zorgt voor een wat sportiever weggedrag. Nou, nog meer verschillen tussen deze twee fietsen is dat je hier op de Gazelle een stukje smallere banden ziet dan op de Batavus. Dat hebben ze gedaan omdat ze Batavus echt in de markt zetten als een comfortabele fiets. En de Gazelle Chamonix is juist de wat sportievere uitvoering van Gazelle. Daarnaast is een mooi verschil wat we kunnen zien. De koplamp die bij beide fietsen erop zitten. Hier zit een wat kleinere, compactere koplamp op. En deze is juist wat groter, wat steviger, wat meer hufty-proof. Niet alleen heb je hier licht, maar ook hier aan de zijkant zie je dat er nog wat ledstrips zitten voor extra zichtbaarheid. Als we kijken naar de stuurinrichting van beide fietsen, dan zien we dat de Gazelle wat beter uitgerust is. Namelijk ergonomische handgrepen en het Gazelle switchsysteem is op de fiets gebouwd, waardoor je zonder sleutels je stuur kan verstellen. Als we bij de Finesse kijken, is het stuur wel verstelbaar, maar je hebt een inbesleutel nodig en er zit een normale handvat op. De Batavus heeft hier aan de achterkant nog mooie jasbeschermers achterop zitten. Nou is dat een beetje overbodig omdat er maar weinig mensen meer zijn die met een hele lange jas fietsen. Maar voor de aankleding van de fiets ziet het er wel mooi uit. En dat heeft de Gazelle niet. Wat de Gazelle dan wel weer heeft is een automatische kettingspanner in de kettingkast. En die mist de Batavus. Dat zorgt ervoor dat je ketting niet gaat hangen. En dat betekent dus ook dat je gewoon ietsje minder vaak onderhoud nodig hebt. Daarnaast het achterlicht van de Batavus is erg mooi weggewerkt onder de bagagedrager, zorgt er ook weer voor dat het erg stevig is. En als je hard genoeg trapt, projecteert hij een mooie V op de grond en dat zorgt voor een goede zichtbaarheid. Dat heeft de Gazelle dan weer niet. Als we kijken naar de prijzen van de twee fietsen, dan is de Batavus net €51 duurder. Die zit op €9,49 adviesprijs en de Gazelle zit op €8,99. Voor dat €50 prijsverschil krijg je ook wel weer iets terug. Kijk bijvoorbeeld naar de schijfremmen, naar de jasbeschermer. Het is gewoon net een iets completere fiets. Wil je nou juist een wat sportievere fiets, dan is de Gazelle een betere optie. Heb je nou na het zien van deze video interesse in een van deze twee fietsen, dan ben je natuurlijk van harte welkom in onze winkel na de lockdown. Maar tijdens de lockdown doen we eigenlijk proefritten aan huis. Dus bel of mail ons en wij komen graag vrijblijvend langs voor een proefrit aan huis. Vond je dit nou weer een leuke video, doe een duimpje omhoog en druk eventjes op abonneren.